Nou, er staat een geheim agendapunt op. En ja, wij willen er toch iets meer over horen van of we dat wel of niet in het geheim gaan. Er is wel iets, het een of ander in het presidium, maar ik zou toch iets meer van de voorzitter willen horen waarom dat in het geheim zou moeten. Ja, dat is in het presidium afgesproken om het in het geheim te behandelen. Nou, dan wil ik toch een opmerking maken dat, dat wij als raad en commissieleden in alle openbaarheid transparante informatie moeten krijgen. En dat vinden we van het allergrootste belang. En om de rol van volksvertegenwoordiger te kunnen vervullen. En dit staat bij alle fracties ver bovenaan in de standpunten. En wij zien als fractie dan ook niet in waarom dat dit in beslotenheid besproken zou moeten worden. En in de presidium heeft u mij daar ook niet van kunnen overtuigen. Want wij vinden het agendapunt wat behandeld zou worden, waar ik dus voor de rest geen mededelingen over kan doen, vinden wij dat in openbaarheid besproken moet kunnen worden. Want wij vinden ook, en dat heb ik ook in een televisieinterview een aantal weken geleden aangegeven, dat wij ons zeer erg zorgen maken over de hoeveelheid besloten agendapunten die hier in beslotenheid besproken moeten worden, waarin ook een besluitvorming van de raad wordt gevraagd en waarin wij in feite ook niet in de openbaarheid in feite ons standpunt kunnen verdedigen en waarom dat dit zo is. Op het moment als dit in beslotenheid wordt besproken, dan zullen wij de vergadering verlaten. Ja, dat is natuurlijk uw goed recht. Alleen, naar mijn weten bent u zelf ook in het presidium akkoord gegaan met deze agendering. Dat was een mededeling. En wij hebben dat in de fractie teruggekoppeld. In onze fractie die heeft gezegd, wij gaan dit niet in beslotenheid verder bespreken. Het gaat namelijk niet over personen. Het gaat ook niet over financiën. Dus wij willen gewoon daarin dan, als u dit in beslotenheid wil, dan vind ik ook dat u dat moet kunnen verdedigen. Wij zeggen, zoals het nu in het presidium is afgesproken, dat wij als fractie, nu zeggen, wij gaan niet aan de besprekingen deelnemen. Want wij vinden dat openbaarheid een van de grootste goederen is van de democratie. En wij vinden dat dit in openbaarheid besproken moet worden. De PVDB is juist weggelopen uit het gesloten gedeelte van de raadsvergadering. Dat klopt. In het presidium is van de week een besluit genomen dat er iets aan de agenda werd toegevoegd. En dat in beslotenheid besproken zou worden. Dat is een agendapunt waar de burgemeester en een wethouder ons over zouden inlichten. Ik heb dit met mijn fractie besproken. En wij hebben besloten in de fractie, gezien het onderwerp, maar ook gezien de situatie hoe besluitvorming dan plaatsvindt en of dingen met elkaar beraadslaat wordt, dat wij niet dat de goede gang van zaken vonden en dat wij dus eigenlijk niet aan de geheime beraadslaging mee willen doen. Dat heeft ook te maken dat dit niet het enige punt is, want wij vinden dat er heel veel geheime stukken zijn waarin we in beslotenheid moeten spreken. Wij vinden ook dat we een raad zijn door de burgers gekozen en wij horen ook voor de burgers daarin op te komen in de zin van om uit te leggen waarom dat we het ene wel doen en het andere niet. Maar goed, ik kan me voorstellen dat er gedeeltes zijn waarin zaken besproken worden die niet voor het grote publiek toegankelijk horen te zijn. Was hier sprake van? Wij vonden van niet. Omdat dit toch een eenzijdige situatie is waarin het college alleen maar hun standpunt wilde verkondigen en degene waar het eigenlijk over ging hun standpunt niet konden verkondigen. En gezien besluitvorming of in feite hoe ga je tegen de zaak aankijken, vonden wij ook het noodzakelijk om in openbaarheid de andere partij daarover te horen. En dat heeft het college afgeraden. Dat is ook de reden waarom dat wij dus niet
aan deze beraadslaging hebben deelgenomen. Ik moet wel zeggen dat er een aantal dingen die wel in beslotenheid hebben plaatsgevonden. Het gaat over personen of gaat over financiële kwesties die de gemeente heel sterk in negatieve sfeer kan berokkenen. Dat wij natuurlijk wel in de geheime beraadslaging deelnemen. Maar wij vonden dit een ander verhaal, omdat dit over andere zaken. Ja, het blijft een beetje wollig natuurlijk, maar u kunt daar niet over spreken. Ik kan er niet over spreken en ik vind het ook heel erg vervelend dat ik er niet over kan spreken. En dit gebeurt steeds meer in deze raad en dat baart ons als fractie ernstige zorgen. En daarom dus dit statement gemaakt als PvdB? Nou, dat is niet alleen een statement. Wij zijn er ook van overtuigd dat deze zaak gewoon in openbaarheid had besproken moeten worden. Niet op deze manier. Dit had gewoon ook in de commissie gekund. Niet in de raad. Niet met deze beladenheid zoals die nu is. En voor de rest kan ik daar heel moeilijk iets over zeggen. En ik vind ook een beetje... Ja, ik denk dat de andere partijen met ons daar nog wel op terugkomen in het presidium. In de burgemeester en het college ook. Want ik vind dat dit toch nog verder besproken moet worden. Want bij ons is eigenlijk... het water tot de lippen dat er allemaal geheime besprekingen zijn. Als u nou wel zou vertellen waar het over gaat, dan bent u in overtreding, maar dan is het wel een openbaarheid. Jawel, maar dat kun je ook niet doen. Ik vind ook, je maakt hier deel uit van dit spel. En daar zijn een aantal spelregels en ik vind ook dat je die spelregels in acht moet nemen. En daar is ook net zo goed dat wij dus aan het begin van de vergadering hebben vermeld dat wij niet met de agenda eens zijn om dit in beslotenheid de beraadslagingen te laten vervolgen. Er is gesproken over de Waalplaat, de Waalkade en de haven. Dat klopt. De partijen hebben gevraagd aan het college om met een visie te komen op de haven vooral. En de haven is onderdeel van Fluviatiel, van het hele traject langs de Echtelse Dijk tot aan de Willemspolder. Daar is de haven ook een onderdeel van. En de haven die is, ja, wat je steeds ziet, de Stiel ligt natuurlijk prachtig aan de Waal. De haven maakt daar een onderdeel van uit, maar we staan eigenlijk wel een beetje met onze rug naar de Waal toe. En hoe kun je nu zorgen dat die haven en de Waal meer betrokken worden bij de stad? En daar is vanavond over gepraat. Mag ik ingaan op het hele stuk? Want ik heb nog over vervolgproces nog te zeggen. Ingaan op het hele stuk? Ja, want er zit een klein stukje over participatie bij. En er wordt een klankbordgroep geformeerd met de haven, bestaande uit vertegenwoordigers. Ik mis inwoners in Tiel hierin. Ik mis eindgebruikers. Want zij zijn uiteindelijk de mensen die daar gebruik van moeten maken. En dan gaan we iets invullen waarvan zij misschien een heel ander idee bij hebben. In Rotterdam, waar ik dus ook werk nu, dus daarom herken ik dat, heb je overal pamfletten hangen met hashtags ik wil voor Rotterdam. Je zou zoiets ook bijvoorbeeld voor Tiel kunnen doen. Ik wil voor Tiel en dan specifiek op een havengebied. En dan krijg je misschien wat meer input vanuit inwoners. Niet alle inwoners, is weer een klein aantal mensen die daar gebruik van maken. Maar wel wat meer input dan alleen een klankbordgroep van een kern die eromheen woont. Want uiteindelijk doe je het voor je eindgebruikers. Er zijn voors en tegens, wensen uitgesproken. Financiën? Eerst wensen en dan financiën. Ik denk als je met een goed plan komt, als je met goede ideeën komt, als je met innovatieve ideeën komt, ideeën die anders zijn dan elders, dat je dan ook geld los krijgt. En soms zal dat zijn dat de gemeente zelf iets op moet hoesten. Soms zijn er andere partijen die daarin willen springen. Soms zijn er subsidies te halen, maar het begint altijd met een mooi plan. En zijn die plannen voor u nu helder? We hebben in ieder geval de kaders meegekregen wat de raad wil. Aangegeven dat er toch meer geïnvesteerd zou moeten worden. Of meer, dat het fraaier zou moeten worden voor recreanten om daar in de omgeving te verblijven. Dat de verbinding met de binnenstad er moet komen. Maar vooral dat het rondom de Waal en de Waalplaat, dat een goede verblijfsplaats moet worden die mensen trekt. Een motie over TTIP, wat is dat? TTIP, dat is een handelsverdrag wat op dit moment tussen Europa en de Verenigde Staten wordt afgesloten. En daarin wordt het makkelijker gemaakt om handel te drijven tussen Europa en de Verenigde Staten. En dat is op zich natuurlijk heel erg goed. Alleen daarbij wordt ook afgesproken dat het voor Amerikaanse bedrijven makkelijker wordt gemaakt om eigenlijk regels die wij in Nederland en in Tiel hebben afgesproken, om die te overtreden. Nou, dat is ver van mijn bedshow, zou je zeggen, maar
Het is geen ver van mijn bedshow, van ons bedshow. Want als Amerikaanse bedrijven dan zich in Tiel gaan vestigen of in Tiel handel gaan drijven, dan kunnen zij ingaan tegen regels die we hier bijvoorbeeld in de gemeenteraad hebben vastgesteld. En als er de regels zijn, Tielse regels die hen belemmeren, dan kunnen zij de gemeente Tiel aanklagen en dan kunnen ze een schadevergoeding uitkrijgen. En ja, dat is iets wat we niet moeten willen. Het is een heel complex verhaal, dat ja. TTIP. De motie is aangehouden, waarom? Er ontstond wat discussie over. Met name waren een aantal partijen die zeiden, ja, we willen ons verder daarin verdiepen. We willen kijken wat dat TTIP nou precies inhoudt. Voordat wij hier ja of nee tegen zeggen. Oftewel, huiswerk. Ja, huiswerk. Ja, ja. Maar het is echt een belangrijk punt. Want het heeft bijvoorbeeld de Mexicaanse overheid al 204 miljoen euro of dollar gekost. Een handelsverdrag met de Verenigde Staten en Amerikaanse bedrijven die de Mexicaanse overheid hebben aangeklaagd. En ja, dat moeten we in Nederland in Tiel niet willen. Dat wij daar voor zulke bedragen worden aangeklaagd en zulke bedragen moeten betalen. Even iets anders. De PVDB is opgestapt in een gesloten gedeelte van de vergadering. Wat vindt Nathan Gades en de PvdA daarvan? Het is lastig om het daar inhoudelijk over te hebben, want het is een besloten punt. We hebben gezegd dat er moet geheimhouding op worden gelegd. Dus ik kan ook niet zeggen waar het onderwerp over ging. Nee, dat hoeft ook niet, maar de actie aan zich. De actie aan zich, nou, zij hebben aan de kaak willen stellen. Hè, van wij vinden dat het punt niet in beslotenheid moet worden behandeld in de openbaarheid. Ik vind wel dat dat het uitgangspunt moet zijn. En wij moeten wel kritisch zijn, misschien wel kritischer dan we tot nu toe zijn, op van moeten dingen wel in beslotenheid of kunnen die ook in de openbaarheid worden behandeld. Van dit punt vond de PvdA overigens dat dat inderdaad in beslotenheid moest. Ik kan dus niet zeggen waarom, omdat dat juist de beslotenheid is. Komt dat nog naar buiten? Dat komt naar buiten. Dat was ook de vraag die wij erover hadden aan de burgemeester. Het komt nog naar buiten, maar het is ook niet bekend wanneer. Dus dat maakt het lastig. Ja, dat maakt het. Kijk, en dat is het punt. Geheimhouding maakt het heel erg lastig om bijvoorbeeld aan de Tielse inwoners en aan u uit te leggen van wat we nou precies besloten hebben in de gemeenteraad. Daar moeten we daar heel erg voorzichtig mee omgaan. En de Partij voor de Burgers heeft daar een punt van gemaakt. Ik snap dat punt op zich wel. Ja, ik vond het bij dit onderwerp vonden wij het niet nodig. Maar we moeten inderdaad niet al te vaak in beslotenheid vergaderen. De openheid van zaken, dat is verwant aan de democratie. Het moet voor inwoners inzichtelijk zijn wat wij besluiten hier. Pomona, wat is Pomona nou? Wat is Pomona? Laat eens even zien. Dit is Pomona. Is ze mooi of niet? Is mooi, hè? Ja, ik vind het mooi. Ik vind het prachtig. Pomona was een Romeinse godin van de boomvruchten. En de vruchten op het veld van de aardbeien en de frambozen en de appels en de peren aan de bomen. Dat was Pomona. Het was een nek aan nek race, maar het is wel een nummer 1. Begin maar met 3 en dan 2 en dan naar 1. Maak er helemaal spannend. Ja. De Wouwconcert met 6 stemmen. Kus. Mm.